Voetbalclub Antwerp mag opnieuw transfers doen. De licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond heeft vandaag het transferverbod opgeheven. Antwerp kreeg dat verbod een maand geleden omdat een aantal betalingen niet in orde was. Dat is intussen wel gebeurd. De club mag dus weer spelers aantrekken en heeft dat vandaag ook meteen gedaan. Verdediger David van den Broek, die vroeger nog bij Charleroi en Zulte Waregem speelde, zal de rood-witte kleuren verdedigen. Volgende week loopt de transferperiode dan ten einde. Intussen hoopt de club om ten laatste morgen een definitieve beslissing te kunnen nemen in het overnamedossier van Philippe de Grave. Die laat weten dat het geld vanavond of morgen nog overgeschreven wordt. En dan zou, volgens de Grave, de overname een feit zijn.